Ja, velen van ons hebben het wel eens meegemaakt. Een stukje toiletpapier wat blijft plakken onder je schoen. Maar als je als president van de Verenigde Staten dat overkomt, is het misschien toch net wat knulliger, aangezien je toch wat serieus overwicht wil uitstralen. Zeker als er zoveel camera's op je gericht zijn. Het intrigerende is alleen dat er toch ook wel veel naaste medewerkers op je gericht zijn. Dus ja, was er dan niemand die Trump hiervoor kon behoeden? Of hebben ze hem er bewust mee laten doorlopen? Wie zal het zeggen? Maar goed, hij was lang niet de enige regeringsleider die er gekleurd op stond vandaag. Onze eigen minister-president stond vandaag ook in zijn hemd. In de ogen van velen toen Unilever bekend maakte toch niet zijn Britse poot naar Nederland te verhuizen. En Rutte dus niets anders kon doen dan het afschaffen van de dividendbelasting heroverwegen. Wat kennelijk Haagse taal is voor: we gaan die maatregel toch niet doorzetten, want... We hebben allerlei argumenten gehoord. Het laatste argument waar Rutte mee kwam: ja, maar Unilever. Zelfs dat blijkt onzin. Het is echt tijd dat hij zegt: ik haal dit plan nu van tafel en ik investeer die 2 miljard in de samenleving, daar waar het hoort. Ja, zo klaar als een klontje, zou je zeggen. Maar waarom haalt hij dat plan dan niet meteen van tafel? Nou, misschien omdat hij dan toch eerst nog even goed over de uitleg moet nadenken. Want zoals deze journalist van The Economist twittert: doorzetten was een slecht plan, maar terugdraaien nu Unilever toch niet doorkomt, is misschien net zo slecht. Want dan bevestig je de indruk dat het land kan worden gekocht door één multinational. Dus dat wordt nog even puzzelen voor ons toch wel erg beschadigde premier. Hoe hij hier nu toch weer zonder al te veel meer kleerscheuren uitkomt. Al hebben we de afgelopen periode natuurlijk ook gezien dat Rutte iets tegen heug en meug kan volhouden. Dus misschien moeten we toch nog even een slag om de arm houden. Qua afschaffen dividendbelasting is nu van de baan. Want hoogleraar leiderschap Janka Stoker wijst er bijvoorbeeld op het fenomeen escalation of commitment. Dat is een gedragspatroon waarin iemand toch vasthoudt aan een bepaalde beslissing of manier van doen, omdat die koers nou eenmaal is ingezet. Ook al maakt hij of zij het zichzelf er alleen maar moeilijker door. In dezelfde categorie valt mogelijkerwijs meneer Elon Musk in zijn hoedanigheid als grote man van Tesla. Die zich onlangs knap lastig maakte door te twitteren dat hij Tesla van de beurs ging halen om daar later dan weer op terug te komen. De Amerikaanse beurswaakhond vond dat niet goed en had hem op de korrel. Maar Musk kon schikken en Tesla beloofde dat er voortaan geen tweet van Musk meer de deur uit ging voordat anderen het hadden gecheckt. Dus keerde de rust en het vertrouwen weer terug. Tot gisteravond, toen Musk de beurswaakhond op Twitter toch nog even een trap nagaf. Dat kwam voor velen compleet uit de lucht vallen. En dingen die opeens uit de lucht komen vallen, daar houden beleggers niet van. Getuigen de ruim 5% koersverlies die het aandeel Tesla vandaag tot zover leed. Andere zaken die uit de lucht komen vallen kunnen wel zeer rendabel zijn, zoals deurstoppen. Deze steen heeft die rol 30 jaar vervuld op een Amerikaanse boerderij, totdat die boerderij verkocht werd en de nieuwe eigenaar de steen er gratis bij kreeg. Hij wilde toch eens kijken wat voor steen het was. Het bleek een echte, officiële meteoriet. En daar zijn er niet zo heel veel van. Geschatte waarde $100.000. Niet slecht voor een deurstop. Met een bijkomend voordeel: zo'n ding gaat niet zo snel kapot. En dat is een probleem wat je met geld nog wel eens kunt hebben. Zeker als je het cash in huis hebt. Zoals dit jonge stel die iets meer dan $1000 bij elkaar gespaard had om een lening van terug te betalen. Dus ja, bedrag keurig in een envelopje gedaan, klaargelegd om mee te nemen en toen was het weg. Het goede nieuws: ze vonden het terug. Het slechte nieuws: ze vonden het in de bak van de papiervernietiger, waar hun 2-jarige zoontje het net doorheen had gedaan. Juist. En dan worden $1000 gereduceerd tot 1000 snippers. Wat dan? Onterven? Kun je doen. Ja, wat geld had hij er toch al doorheen gejaagd. Dus dat haalt weinig uit. Gelukkig blijkt het Amerikaanse ministerie van Financiën daar een speciale afdeling voor te hebben die het stel gerust kon stellen. He said, bag it up, little Ziploc bags, mail it to DC, and between 1 and 2 years you'll get your money back. Ja, zo'n afdeling schijnen we bij de Nederlandse bank ook te hebben. Dus mocht u zoiets overkomen, geen nood, gewoon opsturen en dan kunt u gewoon rustig slapen. Een rustig weekend krijg je als je doet wat deze dame doet. Niet per se door een beetje te chillen in het zwembad, al is dat wel een goede eerste stap. Maar als je echt niemand aan je kop wil hebben zeuren, dan moet je je telefoon tijdens dat chillen in je achterzak laten zitten. Dan weet je zeker dat je voorlopig even ongestoord je gang kunt gaan. Misschien wel even van tevoren verzekeren tegen waterschade. Tot zover het opmerkelijk RTL Z-topics op social media. Goed weekend.